Yo mensen, en vandaag spelen wij weer 5R! Eerste aflevering Roblox 5R, baby. Het is een soort van 5M dan in Roblox en het is Nederlands. Wat is het nou? Nee, laat maar. Vandaag ga ik proberen overvallen. Maar eerst moet ik even kijken als ik daar wel de spullen voor heb. Dus ik ga even naar een appartementje. Klik. Fucking wavepoints, die werken niet meer. Oh! Wavepoints werken wel, alleen op een andere... Hallo, meneer! Man! Ja, dat krijg je ook met je dieve kutbak, man. Natuurlijk doet iedereen de regels overtreden. Oeh, ninja move. Nee, nee, niet mijn auto. Ja, maar Jezus. Heb je nog geld voor een nieuwe auto? Ja. Denk het. Weet je niet zeker. Oh, ook gewoon echt goed, hè. Eerste aflevering. Badabida badaboom. Ik wil gewoon naar mijn appartement om... Dus als we toch zijn aan het lopen, kunnen we even kijken wat ik in mijn broekzak heb. Ik wil niet in mijn portemonnee kijken hoor, man. Ik heb mijn laptop. Oké, dan moet ik alleen nog... Sorry. Dan moet ik alleen nog even naar... om een tas te pakken uit mijn kluis. Yeah. Dat was het. Trouwens, hier zit Albert Heijn in. Dan kan je illegale spullen kopen. In dit... Sorry trouwens voor de lag. Ik weet niet als jullie dat eerder hadden in mijn video's. Of ja, ik weet sowieso, jullie hadden dat eerder in mijn video's. Ik moet hier afslaan, die land. Ja. Oh jeez, oh man. Werkt mijn motor nog? Yep. Hier, nou. Als je een bank, moet eigenlijk wel weten hoe je dan een bank moet overvallen. Oh shit, man. Shit, man. Auw. Nou zeg, mijn auto zat gewoon vast, man. Wat is een uitzendbureau? Oké. Pinautomaat. Heb ik niet nodig. Waar is het appartement? Oh. Laten we zeggen een paar meter verderop. Nee, dat zeggen we ook nu opeens niet meer, hè. Dit? Yeah. Thanks, dit is mijn huis. Wauw, wat een coole huis heb ik. Mijn tv die ik nooit gebruik. Wauw. Nu ben ik in mijn slaapkamer en ga ik even mijn kluis gebruiken. En ga ik even een tasje uitpakken. Oh. Moet zo... Nee, nee. Zo, yeah, man. En nu gaan we naar de... Ja, naar de bank.
Oh, moet ik weer helemaal terug gaan. Oh, ik krijg de kleren. Oh, man. Ik vind ook deze draaiding van deze Tesla vind ik ook echt zo maar. Ja, boeien. Politie, boeien. Nee, dat is niet pik. Kan je slash 1 en 2 doen? Nee. Oh. Wegen belasting. Wat? Ik ga gewoon dood. Ik zie jullie wel wanneer ik dood ben. Hey, ik ben dood gegaan. Hey, shalali shalala is ook heel erg fijn, man. Thanks dat je me even laat doodgaan. Vind ik ook echt heel erg fijn, hè? Niet dat ik gewoon... Ja, maar iedereen die jou iets aanbiedt in deze server, kilt je gewoon meteen. Iedereen krijgt gewoon zo snel een wapen. Hoe dan, man? Oh, daar moet ik niet op klikken. Nee. 5. Die politieagenten, yes. Zeker zijn ze aan de andere kant van de stad, hè. Ja. Nee. Nogmaals, deze video is niet voor kinderen. Oh, bijna de inzien. Laten we even kijken. De bang maar uit, toch? Andere strategie, bitches. Ik heb een andere strategie. Ja, hier met je stomme kutbak, politie. Politie. Ja. Ik had tegen jullie, ja. Ja. Tegen de politie, hè. Ik zit niet op te letten. Ik ga gewoon doorheen en dan zit ik ondertussen. Wacht, ik moet hier blijven. Hallo, ik heb nog mijn gordel om. Gordel is gewoon uit de auto. Nee, kom terug. Sinds wanneer zit er containers in deze game? Ik wil eens kijken hier aan de zijkant, want hier aan de zijkant zitten normaal van die stores. Nee, geen stores. Van die robbery plekken. Moet toch hier zijn bij de arbeid. Kijk, ga gewoon hier parkeren. Boeien, fuck it, boeien.
heb genoeg geld. Zeg dat ik genoeg geld heb. Ik heb niet genoeg geld, bitch. Nee, kut. Laat me naar achter, laat me naar achter, laat me naar achter. Doei, Popoichi. Doei, Popoichi. Ik ga gewoon door de... Alleen rechtdoor! Goed, Dinant. Heb je nog een conclusie getrokken? Nee. Waarom moet je ook altijd in deze dingen hier vastzitten, man? Ik weet niet hoe vervelend dat is. Hier, ik ga in een paal rijden. Bam, ik zit vast. Kleine kans dat je gewoon niet vast zit tegen iets. Ja, dan zit je... Oh ja, pik. Verboden toegang, hè? Verkeerde richting. Nou, kijk mij. Wauw. Ik doe dit. Wauw, het is ook echt super speciaal als je dit doet, hè? Wauw. Laat me vrij. Laat me vrij. Ik heb het opgefokt, hè? Yep, mijn auto is heel erg opgefokt. Nou, fijn.